In deze korte video meer uitleg over de bootai. In het midden van de boottaai zat de gebeurtenis, het incident. Maar niet elke incident is natuurlijk hetzelfde. Dat hangt af van de locatie en de tijd voornamelijk. Aan de linkerkant staan de oorzaak. Oorzaken, dan moet je denken aan iets in de natuur of een menselijke oorzaak. Aan de rechterkant staan gevolgen. Gevolgen voor slachtoffers, maatschappelijke onrust of voor schade of een ander incident wat er kan ontstaan. Je neemt daar natuurlijk maatregelen op. Die maatregelen neem je om de oorzaak bijvoorbeeld weg te nemen. Maar je neemt ook maatregelen om bijvoorbeeld de gevolgen weg te nemen. En ja, je hoopt natuurlijk dat die maatregelen ook succes hebben. Hè? Dat het bijvoorbeeld stopt, dat het incident niet gebeurt. Of dat de gevolgen niet optreden. Maar of het daadwerkelijk het effect heeft wat jij wil bereiken, dat is altijd de vraag. Daar ga je voor.